Ik liep op een gegeven moment s'avonds ook weer van een coronaklus naar huis toe. En ik zag in de verte in het Kerkstraatje twee mensen tegen elkaar, ja, van ver af. Ik denk, wow, die hebben ruzie of zo, weet je wel. En ik kwam dichterbij. Toen bleek dat zij de danspasjes aan het oefenen waren die zij net daarvoor bij Dansschool Wildschut hadden geleerd. En die waren met z'n tweetjes in een donker verlaten steegje. Iedereen zat binnen, iedereen zat thuis, alles was gesloten. En daar heb ik een foto van gemaakt. De coronatijd was voor veel mensen een heel ingrijpende periode. De Tielse fotograaf Raphaël Drent legde alle bijzondere aspecten nauwgezet vast. Deze vrijdag opent in Cultureel Centrum Zinder een expositie met een deel van die foto's. Ik ben ook 30 jaar lang fotograaf en kijk, ik heb de afgelopen twee, drie jaar, vanaf 2020 heb ik natuurlijk foto's gemaakt die ik nooit eerder heb gemaakt. In één keer doen we de mondmaskertjes op in het straalbeeld. Je moet boodschapkarretje bij de Albert Heijn moet je ontsmetten. Ja, dat is voor mij natuurlijk een soort fotografie waarvan ik denk, ja, dat is wel weer een toevoeging aan mijn archief. En daarbij ook heel indrukwekkend voor de fotograaf. Weet je, ik ben op de IC geweest in het ziekenhuis Rivierenland. Ouderen in Walstede die hun familie en vrienden niet meer mochten zien. Je mocht alleen maar met je handen tegen het glas aan. Ja, dat zijn allemaal wel foto's die je op dat moment maakt en ja, die mij nu nog op het netvlies staan, zeg maar. Ja. Vrijdag verschijnt ook het boek Tiel in coronatijd, met meer dan 130 foto's van zijn hand en interviews over hoe mensen in Tiel deze tijd beleefd hebben. En ja, je ziet het verdriet en de tranen bij opa's. Voor een nieuwsfotograaf blijft dat een beetje dubbel. En ik moet heel eerlijk zeggen, natuurlijk had ik dat... Kijk, als ik ervoor mogen kiezen, had het hele COVID-verhaal natuurlijk... dat had voor mij niet gehoeven, uiteraard. Maar ja, als het er dan toch is, dan is het wel mijn taak om dat goed vast te leggen. Mooi.